Heel Nederland schakelt om en dat geldt ook voor de ondernemers in dit land. Wat kunnen zij doen op het gebied van duurzaamheid en wat levert dat op? In deze videoserie van De Ondernemer in samenwerking met Eneco praten we daarover met 4 topspecialisten. Vandaag is dat Willemijn Verloop, sociaal ondernemer en sociaal impact investeerder. Willemijn, welkom. Je bent sociaal ondernemer en impact investeerder. Wat is dat? Betekent eigenlijk dat in alles wat ik doe, impact voor mij, positieve impact op de samenleving een belangrijke rol speelt. En als investeerder investeer ik in bedrijven die positieve maatschappelijke impact willen maken, meetbaar en ook gezond financieel rendement maken. En welke rol speelt duurzaamheid daar dan bij? Ja, duurzaamheid en impact zijn voor mij een beetje vergelijkbaar. Het zijn allebei onmogelijke containerbegrippen, maar duurzaamheid is natuurlijk gewoon een duurzame samenleving voor ons allen creëren. Voor een gezonde aarde en waar mensen alle kansen krijgen. En daar wil je een langdurig gezonde toekomst mee creëren. Dus dat, voor mij is dat hetzelfde als impact. Hoe maak je nou een positieve bijdrage aan onze samenleving? En hoe meet je dan die impact als je naar een bedrijf kijkt dat zegt, kun jij ons helpen of kunnen wij ons bij jou aansluiten? Nou, als wij naar bedrijven kijken, kijken we eerst, maken ze impact en is die impact ook echt schaalbaar? Kan die potentieel een hele keten veranderen? En dan kijken we wat die ondernemer van waaruit zijn missie, zijn theory of change heet dat, hoe je die meetbaar kan maken in gewone KPIs, dus in concrete doelstellingen. En het gaat niet in geld, maar wel een doelstelling bijvoorbeeld over CO2, over arbeidsplekken, over opleidingsniveaus. En die meten we. Dus de ondernemer rapporteert aan ons per maand op zijn financiële en zijn impact targets. En wij rekenen onszelf als fonds ook af op onze impact targets. Als wij onze targets niet halen, verdienen wij niet aan het eind. Dus voor ons is impact en finance even belangrijk. En we investeren dus alleen in een onderneming waar impact en groei met elkaar verbonden zijn. Dus als de onderneming groeit, dan groeit de impact en die moeten we dan kunnen meten. Anders zullen we niet investeren. Oké. En hoe belangrijk is die impact voor Nederlandse ondernemers op dit moment? Heb je het gevoel dat dat toeneemt? Is er een verandering gaande? Ik denk dat er een verandering gaande is dat de meeste mensen zich bewust zijn dat we niet door kunnen gaan op de oude voet. Maar ik vind de verandering nog veel te langzaam gaan. De term duurzaamheid hoor je overal en daar zijn we dan trots op, maar we zijn nog steeds trots op MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Terwijl ik vind dat dat de norm is. Het feit dat je schade zou doen aan de aarde of aan mens is toch ontoelaatbaar als ondernemers. Het feit dat je nog trots bent dat je al je zaken op orde hebt, vind ik bizar. We zouden het moeten beboeten als je het niet op orde hebt. Dus de standaard zou al veel hoger moeten dan die is. En we zouden nog veel meer van die ondernemers moeten hebben die primair zoeken naar oplossingen. Want we hebben nog een heleboel oplossingen die we niet weten hoe we toe kunnen naar zo'n duurzame samenleving. En daar hebben we wel die koplopers voor nodig, die nieuwe businessmodellen ontwikkelen om die verandering te bereiken. En hoe zorg je er dan voor dat ondernemers die niet misschien impact als uitgangspunt hebben, toch ook nadenken over duurzaamheid? Ik mag hopen dat iedereen dat doet, want dat is een onderdeel van onze samenleving. Dus ik denk dat het elkaar wel inspireert. Dus mijn doelstelling is niet dat iedere ondernemer een sociaal ondernemer wordt of een impactondernemer, maar wel dat die ondernemers modellen bewijzen dat impact maken geen geld hoeft te kosten. Dat het eigenlijk geld kan opleveren, anders zou ik niet investeren. Ik geloof ook dat het hand in hand moet gaan, want alleen dan kan het een hele grote beweging worden die schaal krijgt. En ik denk dat de innovatie op dat terrein met name komt van de jongere ondernemers. En dat die dan vervolgens geadopteerd kunnen worden, innovaties, door veel grotere ondernemingen die het moeilijk vinden om dat vanuit intern te organiseren. Stel, ik ben ondernemer, ik heb een bedrijf en ik denk na over hoe kan ik impact hebben en duurzamer bezig zijn. Wat doet dat met mijn imago, denk je? Het doet alleen iets met je imago als het werkelijk authentiek vanuit de kern komt. Dus verzinnen wat je voor leuke duurzame productjes kan verkopen als het niet in de kern van je onderneming zit, dat zullen je consumenten niet accepteren. Want consumenten zijn vele malen beter geïnformeerd dan, en worden steeds beter geïnformeerd. En ik denk ook voor je medewerkers, het kan een enorme betrokkenheid creëren in je team als je met elkaar een missie hebt, een purpose waar je aan voor mag werken. Maar dan moet die wel authentiek zijn en dan moet het niet een productje of een zijstap zijn. En ik denk dat dat het onderscheid is. We hebben een periode achter de rug waarin ons iets is overkomen dat enorme impact heeft. Een crisis die bijna niet vergelijkbaar is met alle andere. Heeft zo'n crisis werkelijk effect op de manier waarop we kijken naar zaken als impact en duurzaamheid? Ik denk van wel, want ik denk dat de kwetsbaarheid van onze samenleving heel erg onder de vergrootglas is komen te liggen. En je zou natuurlijk willen dat dezelfde urgentie gevoeld wordt rondom onze planeet. Maar het feit dat mensen realiseert dat we op bepaalde voet niet door kunnen gaan, dus dat verandering nodig is en alles dus niet bij het oude kan blijven. Ik denk dat dat een hele belangrijke push is voor de grotere verandering waar we de komende jaren nog naartoe moeten. Dus ik denk dat het effect van COVID zal zijn, dat we die kwetsbaarheid meer realiseren. En daardoor hopelijk een grotere groep zich gaat bewegen richting het bijdragen aan die verandering. Ondernemers worden steeds meer op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Als je nou niet in je core zit om meteen al heel veel impact te hebben, kun je toch al stappen zetten. Kun jij er een paar noemen? Ja, vanzelfsprekend. Dat is natuurlijk het leuke dat er wel steeds meer mogelijkheden zijn om te kijken hoe je je omgeving kan verduurzamen, hoe je je pand kan verduurzamen, hoe je kan zorgen dat je medewerkers allerlei incentives krijgen op duurzamer gedrag. Dus je hebt natuurlijk als werkgever wel een heleboel middelen in handen om te zorgen dat je je onderneming en de mensen daarbinnen de kansen biedt om steeds duurzamer en minder footprint en ook op governance technisch kun je natuurlijk steeds stapjes blijven maken. Het is ook heel belangrijk dat we dat blijven doen en dat de overheid die lat ook legt en dat ondernemers daarmee aan de slag gaan. Maar ze hoeven niet te wachten tot 2021, ze kunnen er morgen mee beginnen. Liever gisteren.